Hallo allemaal. Je bent nu op het YouTube-kanaal van Ivy Productions, Ivy TV. Ik ben Anita en ik heet je van harte welkom. Ben je voor het eerst hier? Blijf dan hangen en kijk, want misschien vind je dit wel leuk. Abonneer je in ieder geval als je het echt leuk vindt. Ik ga vandaag een Xikoekoe maken. Dat is een heel delicaat Surinaamse cake. Delicaat, omdat eigenlijk het super lekker is. En ja, de betekenis van het woord delicaat zegt het al genoeg. Fijn van smaak, heerlijk, weet je wel. Voor deze Xikoekoe ga ik 8 eieren gebruiken. Nou, daar voeg ik 8 afgestreken eetlepels suiker aan toe. Ik gebruik gewoon kristalsuiker. Zoals ik al zei, het koekje is, die cake is delicaat. Dat betekent heerlijk van smaak. Fijn, gevoelig, gevoelig. En ja, met gevoelig, dan moet je toch echt heel opletten. Want deze cake, die wil dat je alles precies de juiste hoeveelheden doet. Hè? Het valt en staat met goede metingen. Weet je wel? Want anders, op zijn Surinaams gezegd, loop je de kans dat je Xikoekoe fadong, dus dat je cake dan instort, hè? Dat het dan echt niet mee gaat reizen. Dan moet je nu opletten. Ik had 8 eieren, zoals ik eerder zei. En ik heb ook 8 eetlepels suiker. En met de meel is het dan toch net iets anders. Want met de meel moet je niet 8, maar 9 afgestreken eetlepels meel hebben. Ik heb de pan al bekleed met bakpapier. Me goed voorbereid. En natuurlijk heb ik ook boter laten smelten. Want je kan kiezen, je kan het met olie doen of met boter. Je zorgt ervoor dat je eieren echt goed geklopt zijn. Zo goed geklopt dat als je naar de massa kijkt, dat het lijkt alsof je hele kleine speldenpuntjes ziet. Dan is het echt dik. Je ziet het echt heel dik ook. Als je bijvoorbeeld de klutser omhoog houdt, dan zie je echt een hele dikke lijn. En daarna ga je gewoon lepel voor lepel. Eerst de meel en daarna de boter omscheppen door die massa. Hè? Dan kan je het in de oven doen. Voorverwarmde oven, 175 graden, ongeveer een kwartier bakken. En dan is hij klaar. En als hij klaar is, dan is het dan lekker als je het bestrijkt met wat boter. Je kan de boter smelten, maar je kan ook gewoon zachte boter gebruiken. Zeker omdat het nog warm is, dan smeert het heel gemakkelijk. Dan ga je het smeren, omdat je daarna de suikermuisjes erop gaat doen. Toch? Want dat is echt een typische Surinaamse gewoonte. Iets typisch Surinaams, dat we suikermuisjes boven onze cakes strooien, zeg maar. Hè? Om het er een beetje feestelijk en gezellig uit te laten zien. En echt aantrekkelijk uit te laten zien. Nou, dan is de Xikoekoe dan klaar, echt. En een manier waarop je kan zien dat je Xikoekoe echt gelukt is, is dat je, als je erop drukt, dat het terugveert. En wat ik ook wil zeggen van de Xikoekoe, let wel, het is niet hetzelfde als een sponge cake. Hè? Want bij een sponge cake splits je de eieren. Je klutst het eigeel apart en het eiwit apart. En het eigeel meng je natuurlijk met de meel en alles. Dus het is niet hetzelfde. Dat was het dan. Xikoekoe. Geef me een like als je deze video leuk vond. En vergeet dan ook niet om te abonneren en op de notificatiebel te drukken. Zodat jij de eerste bent die op de hoogte wordt gehouden van elke video die ik ga posten. Nou, Ivy TV heeft nu ook een merchandise webshop waar je hele leuke producten kunt kopen. De prints op die producten heb ik zelf ontworpen. Wie weet zit er ook iets leuks voor je erbij. Dus neem ook eens een kijkje op de website. Je vindt alle informatie over alles hier onderaan deze video. Wel, dat was het voor deze keer. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video. En ik ga je groeten.
tot de volgende keer. Dag hoor!